Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Betting Wonen in Bredevoort en xllease.nl. Hoor jij dat ook? Wat is dat? Goedemorgen, eenvoudige stervelingen en andere simpele en iets minder simpele zielen. Goedemorgen. Waarom zeg je niks terug, ondankbare hond? Nou jongens, dit is Maxime Hartman. Ja, we gaan er lekker in. Hoe vond je net? Wat? Nou ja, die kerkdienst van je van 7 minuten. Het was 1 roes. Dat was kort, hè? Ik heb het in een roes gedaan. Ik had misschien moeten rekken, zoals ook vaak bij vrouwen wordt gevraagd. Van, je moet niet zo snel. Dat is een mannelijke eigenschap om alles zo snel mogelijk naar je hoogtepunt te gaan. Maar dat is niet goed. Je moet ook gewoon even de tijd nemen en kijken, vindt de ander het ook leuk? Moet ik misschien aaien? Snap je, dat heb ik allemaal niet gedaan. Nee, dat gevoel had ik ook. Heel erg voor mijn eigen dingetje zo gedaan. Zo snel mogelijk en dan snel weg. Maar heb je wel het hoogtepunt gevoeld? Nee. Nee, dat lukt niet meer op mijn leeftijd. Zwaar, hè? Ik moet het op andere manieren doen, door te vissen, cake eten, dat soort shit. Wacht even, nu ga ik zaad sprenkelen. Dus als je dat niet wil, moet je even wegwezen. Het is biologisch. Je moet het niet opdrinken, want dan krijg je een SOA. Wie wil het? Deze mevrouw. U bent gezegend, mevrouw. Nog een hele fijne dag, jongens. Veel plezier allemaal. En er komt nu een hele toffe band, dus blijf hangen, hè. Dan maakt me allemaal niks uit. En op de gang een grote stapel post. Dat maakt me allemaal niks uit. Het is inmiddels traditie. Iedere zondagochtend in de megatent. De heren van Bafoy toch? En dit jaar voor 10e jaar. Wat hè? 10e jaar. En het was alsof het de eerste keer was. Ja, dat lieg ik. Maar het was wel heel erg fijn. En warm. Allerbastend warm. Non de knetter. Dit jaar jullie 10-jarig jubileum. Volgend jaar staan jullie 30 jaar. Wat zouden jullie voor speciaals willen hebben? Ik zou eigenlijk graag het podium omgebouwd willen zien tot een groot wasgelegenheid met heel veel tegels. Want dan klinkt dat zo mooi, hij zingt. En dan komen misschien nog een beetje een Italiaanse opera. Dit heb ik dus altijd al willen doen. Zwarte Cross, hoe gaat het met jullie? Waar zijn die handen? Ja, ik snap er niks van. Wat heeft Direct wat ik nou niet heb? Thank you.
Esther en ik mogen straks ook even dirigeren. En ik heb alvast even wat tips gehaald bij een ervaringsdeskundige. Want Spike, die weet hier meer van. Wordt wat hoor, Es? Maar ben je hebt gewoon een chauffeur nodig, wat wil je vragen? Ja, ook goed. Nee, wat ik eigenlijk wil vragen. Weet je wat ik eigenlijk wil vragen? Wat moet ik nou wel en wat moet ik nou niet doen? Je moet het in je kop doen. En je moet niet luisteren naar het orkest. Ook al klinkt het nergens naar, moet je gewoon blijven geloven in wat je doet. Gewoon heel zelfverzekerd voor het orkest staan. Gewoon volhardend zijn. Gewoon doorgaan, gewoon meppen. Denk aan je ex. En dan met een stokkie en dan gooi dat erin. Ja, maar het ziet er altijd zo makkelijk uit, maar ik zag net al wel dat dat eigenlijk niet zo is, hè? Wat ik toon aan het publiek, dat je een bepaald patroon kan slaan, dat is het makkelijkste van het hele gebeuren. Dat is ook het enige wat we echt een beetje kunnen uitproberen met de mensen. Hoe gaat dat samen, Orkest van het Oosten en het Zwarte Cross publiek? Nou, ze waren heel enthousiast en het zat ook helemaal vol, dat, ondanks het feit dat het om klassieke muziek gaat. Dus dat vind ik best wel verrassend op een festival als dit, dat men zo open hiermee omgaat en ook zoveel plezier bij heeft. Ja. Was dit jullie eerste popfestival? Ja, mijn allereerste. En hoe was dat? Hoe voelde dat? Nou, het is een heel leuke sfeer. Dus, dat is natuurlijk heel anders dan wat we gewend zijn. De directe contact met het publiek is aanwezig. Dus dat maakt dat je ook veel spontaner met bepaalde dingen kan omgaan. Dat jullie op de Zwarte Cross stonden. Ja. Weet je nog hoe het was? Ja, ik weet dat het voor ons nog wel surrealistisch allemaal. Zo. Veel vlammen en rare voertuigen, zo. Maar heel fijn, heel fijn. Ik heb iemand meegenomen omdat ik per se wou dat die dat hier zagen. Dus het raar bijzonder vond je? Ja, ik vind het wel, ja, absoluut wel. Ja. Wat is dat met de Zwarte Cross dan? Wat maakt het zo fijn? Ja, de geluiden van motoren en getoeter en lawaai en... Het zou van alles kunnen zijn, maar... En wat hier allemaal van attracties boven de tenten uitsteekt ook, dus... Benieuwd. Heb je het hoofdpodium al gezien? Ja. Heb je gezien wat er boven staat? Er stond er nu al. Die slogan bedoelde. Leven voor de dood. Ja, inderdaad. Ja. Waar denk je dan aan? Hetgeen dat we eigenlijk al nu bijna 60 jaar doen. Zolang dat kan, vol een bak ook. Hè. Leven voor de dood, mannen. Daar doen we het voor, toch? En het is een beetje een geschenk en je moet er zelfs iets van maken. Tot hiertoe, in ons geval... Is dat een redelijk fantastisch gebeuren tot hiertoe? Je helpt de Zwarte Cross wel bij, hè? Ja. Zoeken jullie een gedicht? Ja. Ja. En waar mag het over gaan? Voor Daisy en Caroline.
Zomaar uit het niets, op de werkvloer bovendien. Het is dat jij hetzelfde doet, anders had ik je nooit gezien. Zo gezellig en vol levenslust. Zo jezelf, niet uitgedost. Zo ongeveer zo kleurig als ons zwart steeds krost. Van alles dat we deden, was jij steeds het liefst. Want je bent een uitje. En zelf het allerliefst. Oh, ja. Ja, Lisanne, hier draait het om. Dit is de heilige grond. Dit is waar de Zwarte Cross mee begonnen is. Geurende motoren, je ruikt de benzine. Ja, hier komen mensen voor. De Dutch Masters zijn nu bezig, een officiële wedstrijd. En we gaan scheuren! Dit is pas echt brommerskiek, hè? Dit is echt brommerskiek, inderdaad, ja. Gezien, ja. Is dit nou waar je het voor doet? Onder andere. Maar dit is wel een van de mooiste onderdelen, hoor. Zeker weten. Begint het dan een beetje te kriebelen, of hoe werkt dat bij jou? Nou, het is gewoon hartstikke mooi om te zien. Dan begint het automatisch te kriebelen, inderdaad, ja. Maar hetzelfde is als je bij het muziek staat. Dat vind ik ook hartstikke mooi. Vooraan bij het podium, bijvoorbeeld. Dat is ook heel mooi. Nou, hier sta je ook weer vooraan. Dat is ook hartstikke mooi. Stoer zijn die mannen, hè? Dat zeker. Ja, heel gaaf. Wat vind je er zo gaaf aan? Nou, gewoon hoe hard het gaat. Jullie hebben wel het mooiste plekje uitgezocht, hè? Het friste plekje. Het friste plekje? Volgens mij zie je gewoon de motor over je hoofd heen gaan hier. Ja, leuk hè? Nou, hoe vind je dat? Chic, knap. Zou je het zelf niet willen een beetje scheuren? Nee, ik durf niet. Je moet nooit bang zijn, hè? Dat is waar, leven voor de doden. Mooi man, mooi plekje. Mooi zon. Gewoon mooi, goed te zien. Het is mooi. Neem eens mee, hoe erg ben je nu aan het genieten? Ja, toch al 200% hoor. Jazeker. Ik vind motorrijden zelf heel leuk. En ja, gewoon de cross, hoe die gasten dat doen. Geweldig. Nou, ik zou ze niet aandoen namelijk. Daar heb ik geen kracht voor, maar geweldig om te zien. Tweede keer de held van de Zwarte Cross, hoe is dat? Ja, je ziet gewoon de mensen, ze komen hier voor het festival, maar ook cross mooi en daar samen is prachtig en met zo'n goede weer is ja, hele mooie, ja, toch wel een mooie ervaring. Daar zat u daar wel een midden in de nacht en het was een groot feest. En de vrolijk dansen en de kiels maar schouten en ik nog het meest. En die gesloten stiet hakt er een bij de klappen en de been toe met de bunten aan. Maar in het licht van de mannen blikken lille gassen, anders ben ik heel erg weer naar binnen. Oh! Svetlana, Svetlana, oh bel me niet. Oh, ik kan me slecht vergissen, maar dat is niet meer de frissen. Ik ben er niks voor niet. Het leek wel enigszins op vorig jaar, maar nu heb ik er meer van kunnen genieten. Ik was ietsje nuchterder, tenminste in het begin. Weten jullie iets waar Hendrik Jan bang voor is? Honden. Kippen. Ah, ik hoorde net honden. Ja, dat ook ja. Honden en kippen. Zijn nou kippen? Ben je echt bang voor kippen? Ik ben echt bang voor kippen, ja. Dat vind ik doodeng. Ja, ik had het gevoel dat hij bang was voor motoren namelijk. Ja, nou ik schrok ook wel even, want we hadden heel netjes afgesproken wanneer ze zouden overvliegen. Maar ik wist helemaal niet dat het echt over het podium ging. En het was ook niet op de afgesproken tijd. Dus in één keer, wow! Schrok jij nog van die motoren? Wil je eerlijk weten dat ik ze helemaal niet zin heb. Maar uit de start valt er ook geen niet op, hè? Ik ben druk aan het spannen. Ik word al heel verlaagd. Het is net als je aan het dritten bent, eigenlijk. He? Hebben jullie een bucketlist? Nee joh, hou toch op man. Die hebben we toch al lang afgevinkt. Daar geloof ik helemaal niks van. Ja. Er moet toch iets zijn waar jullie ooit nog zouden willen staan? Nou, noem eens iets waar staan, oh, als muzikanten. Als muzikanten, nee. Waar zou je ooit nog willen staan? Nou, in Australië of zo. Met mooi weer en ja. Maar dan hoef je toch niet meer voor naar Australië toe? Kijk om je heen. Nee, maar daarom heb ik ook geen bucketlist. Nee, jongens, ik bedoel, we staan toch al overal waar we moeten staan? Ik bedoel,
En alles wat er komt is leuk. Maar ik bedoel, ik vind het net zo leuk om... vorige week stonden we in Grubbe Kutje Veen en daar was het ook heel leuk, weet je wel. Ja. Dus dat maakt niet zoveel uit. It's good to be anywhere, baby. Oh. Sorry, mijn vrouw staat nog in de buurt, dus ik moet een beetje oppassen wat ik nu ga zeggen. Wat ben je aan het doen? Wat wij aan het doen zijn? Wij zijn die multifunctionele stoel aan het delen. Oh, dat is het! Ja, dat is het. Houd je het een beetje vol? Nee. Wie is het zwaarst? Technisch gezien is John het zwaarst, want hij voegt het meeste gewicht toe aan het einde. Oh, je zit er nog goed in, hoor ik al. Ja. Nee, mijn fopje niet, hoor. Mijn fopje niet. Ook niet, na 20 weer niet. Ook na 20 weer niet. Ik hou gewoon van Johan. Ja, dat is mijn diepste geheim. Weet je wat je dan moet doen? Ja. Moet je die kant op? Ja. En zit de gay bar. Oh, dit is echt, ja, fantastisch. Oh, nou gaat het mis, ja. Het was toch de schuld van de voorste, denk ik. Ja, nee, dat was onze schuld. Daar ligt hij dan, hè. Dus kijk wat hier te beleven valt. Je kunt genieten van het zo hard en zo stom mogelijk heuken, zeg maar. En toch kan je gewoon lekker met je vriendje ook af en toe gewoon even dit doen. En dat is mooi van King of Fame. Maar loopt er wat rond voor je hier? Ik mis gewoon mijn halsen. En mijn cactus. En je cactus. Onze vrouwen mogen niet weten dat dit onze voorkeur heeft. Is dan bij deze te laat? Manoes. Sorry voor de afgelopen 10 jaar. Laten we de liefde vieren, jongens. Voor luxe mensen is er natuurlijk ook nog 11-sterren hotel Krasnapolski. Ik ben benieuwd hoe het er hier aan toe gaat. Is dit nou waarom jullie voor Krasnapolski gekozen hebben? Zijn jullie zulke luxe poezen? Ja, dit is het leven toch? Een lekker schoon wc'tje, schoon douche, heerlijk toch? En nu even bijkomen in deze luxe hier op de camping? Even lekker ontspannen, lekker zen worden. Gewoon lekker. Als er nou iets is waarmee je de andere campingbezoekers jaloers zou kunnen maken, wat zou het dan zijn hier? Dit, vooral dit. Luxe bier drinken, hoe doe je dat dan? Ik bedoel, op de camping zie je het zo allemaal achterover. Pinkie omhoog. Ja. En dan nippen? Ja. Ja, zo gaat dat een beetje. Dus jullie passen je wel makkelijk aan hier aan het... Ja hoor, je zou wel moeten. Anders val je er buiten, hè? Anders val je er buiten, ja, dat kan niet. En verder? Loop jij de hele dag ook in zo'n mooi polootje en een strak blouseje dan? Ja, het moet eigenlijk wel. Als je hier vandaan hier loopt, dan moet je eigenlijk wel met een polootje. Maar daarbuiten kun je wel zonder shirt. Maar hier loop je wel echt wat netter rond dus? Ja, eigenlijk wel. Dat wordt wel verwacht hier dan. Goedemorgen. Hallo. Hoe bevalt het jullie hier op Krasnapolski? Ja, prima. Ja, we komen al jaren op de Zwarte Cross, maar nu inderdaad een keer in het Krasnapolski. Maar
Dus je hebt wel het festivalgevoel, maar dan toch een beetje ja, je eigen plekje. En hoe vindt u het hier? Supers. Ja, lekker, rustig. En toch lekker naar het feestgedruis. Ja, mooi zo. Volgend jaar weer de andere camping of bevalt die luxe toch wel goed? Ja, dit bevalt wel heel erg goed, moet ik zeggen. Ja. Ja. Maar het is altijd wel weer een sport om kaartjes te krijgen. Dus dat wordt met de laptop gauw klaar zitten. Ja. Inpluggen? Ja, pluk het even in. Ja hoor. Hij zit erin, jongens. Checken, check ja, doet check hij het? One, two. Ja, hij doet het. Ja, ja, het gaat beginnen. Jullie staan gewoon op het hoofdpodium van de Zwarte Cross. Ik zie al hoofdschuddend staan. Zeg toch? Dat is echt insane. Hadden we 6 jaar geleden zijn we begonnen. Ja, nooit kunnen dromen, toch? Dat, nee, dat kan ik mij voorstellen, want ja. Ik heb er ook wel eens even gestaan, maar ja, dan staat er niemand voor mij. Maar voor jullie staat het zo helemaal ramvol. Ja, ik hoop het. Ja, dat zou te gek zijn. Wat is het succes van jullie? Ja, het succes zit er denk ik in, en succes is natuurlijk altijd een beetje een lelijk woord, maar waarom het goed gaat is dat wij gewoon doen wat de mensen van ons willen zien. En dat is namelijk wat wij zelf ook het liefst zouden willen zien. Veel energie, veel drank, het is 1 minuut per nummer, het wordt nooit saai, veel vlammenwerpers, veel gekkigheid en dat werkt gewoon, dat is te gek. Wat is het gevoel van de Zwarte Cross? Wat heb je daarvan onthouden? Nou ja, we kenden de Zwarte Cross al voordat we hier mochten spelen natuurlijk. En je wil hier gewoon bij zijn. Dit is gewoon het feest. Dit is gewoon waar alle feesttenten en alle festivals die je in het jaar doet, die komen hier samen in 1 groot festijn. En dat is gewoon de Cross. Ja, liefde, gekkigheid, vuiligheid. Ja, wij horen hier gewoon tussen. Ja. Genoten, hè? Ja, Lisanne, het was fantastisch. Het was feest, het was muziek, Cross. Het was stoffig, warm. Er was heel veel gezelligheid, leuke mensen, theater, muziek. Veel zon. Het was gewoon eigenlijk een topeditie. En ja, het was onze eerste samenwerking en het ging goed, hè? Ik zeg voor herhaling vatbaar. Ik zeg tot volgend jaar en bedankt voor het kijken. Doeg! Cheers!